verteld? Wateroverlast in Friesland. En doelspelen. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. In Suriname is het een hele tijd droog geweest. Dit heeft veel gevolgen voor de mens en voor de natuur. Ook in de Suriname rivier kon je de droogte heel goed merken. In Suriname is er altijd een droge tijd in augustus en september. Dit jaar is die droge tijd wat langer aangehouden dan normaal, onder andere door El Niño. Tot eind april is het heel erg droog gebleven in Suriname. Onder andere in de Suriname rivier stond het water heel erg laag en waren er heel erg veel droge plekken. Hierdoor werd het moeilijk voor de lokale bevolking. Als het water zo droog is, dan gaan de mensen die daar wonen last van hebben, want ze zijn eigenlijk afhankelijk van het transport die ze doen via de rivier. Alles gaat gewoon door de rivier naar die kant boven Suriname. Dus als het water heel laag is, dan gaat dat moeilijk. De scholen die gaan sowieso ook eronder lijden. De leerkrachten zijn soms afhankelijk van dingen uit Paramaribo, want niet elke leerkracht die daar woont is eigenlijk van het binnenland. Dus daar zijn ze nog steeds afhankelijk van bepaalde levensmiddelen. Dus dat een heel slechte impact aan de omgeving en de samenleving, de mensen die daar wonen eigenlijk. Langs de Suriname rivier liggen ook de Tapawatra watervallen die de droogte hebben ervaren. Er was helemaal geen water op de Tapawatra die nu heel mooi is om te zien. Maar voorheen was het echt niet te zien, alleen maar rotsen. Nu is het gelukkig weer wat normaler geworden. Het water is weer flink gaan stijgen doordat er de laatste weken veel meer regen is gevallen. Hierdoor loopt het transport tussen het binnenland en Paramaribo weer veel beter. Ook voor Huub is het belangrijk, want hij is gids van de expeditie Jumu. Een tour die de mensen kennis laat maken met het binnenlandse dorp Jumu en onder andere de Kastudam, die onlangs ook heel erg droog stond. Ook voor de toeristen is dat heel goed, want toen ik in de droge tijd daar ging, moesten we vaker uit de boot stappen. Het maakt je moe als je normaal gewend bent te doen om drie uurtjes varen. En nu 8 uur, dan is het niet meer leuk. Huub heeft nog één laatste boodschap. Mijn boodschap aan jullie is dat jullie Suriname schoonhouden. Gooi geen papieren plastic over straat. Het is niet netjes, ook als je in het binnenland bent. Wees een positieve verandering. Het is heel erg belangrijk om de mooie natuur te beschermen in Suriname en overal elders ter wereld. Het afgelopen weekend zorgde onweer voor veel stroomstoringen in Suriname. Steden zoals Paramaribo, Wanica, Kommewijnen, Para, Saramaca en delen van Brokopondo en Marowijne hadden door de harde regen en wind dus geen stroom. De stroommaatschappij EBS zegt dat ze ondanks de vakbondsacties hun best doen om alles weer te herstellen. In Afanavero, een gebied in West-Suriname, is een landingsbaan weer onklaargemaakt omdat die werd gebruikt voor illegale landingen. Dit gebeurde vorig jaar al. Maar na recente patrouilles zagen ze weer sporen van vliegtuigen. Dus heeft het justitieel interventieteam en het Nationaal Leger de baan opnieuw onklaargemaakt. Het Openbaar Ministerie OM streeft ernaar alle illegale landingsbanen onklaar te maken. Nieuw onderzoek toont aan dat zeewater diep onder de Thwaites-gletsjer in Antarctica stroomt, wat het ijs sneller laat smelten. Deze gletsjer, ook wel de Doomsday Glacier genoemd, kan de zeespiegel met meer dan 3 meter laten stijgen als hij volledig smelt. Dit nieuwe onderzoek laat zien dat eerdere voorspellingen van de zeespiegelstijging misschien te laag waren. Het laat zien hoe kwetsbaar de gletsjer is voor klimaatverandering. Iran begint vandaag met dagen van rouwceremonies voor de overleden president Ebrahim Raisi, die omkwam bij een helikopterongeluk. Raisi's dood heeft het land in onzekerheid achtergelaten, te midden van regionale spanningen en binnenlandse ontevredenheid. Het onderzoek naar de crash, waarbij ook andere hoge functionarissen om het leven kwamen, loopt nog. Regen, sneeuw en hagel. Stel je eens voor dat uit je toiletpot spuit. Dat is niet heel fijn, maar soms gebeurt dat als het onverwachts
flink heeft geregend. In Suriname is het nu regenseizoen. Dus wij zijn het gewend dat er enorm harde regenbuien zijn en dat de straten kunnen overlopen. Dat komt door het tropische weer. Maar veel landen hebben geen tropisch klimaat met regenseizoenen. Nederland heeft geen regenseizoenen, maar toch kan het flink regenen in Nederland. In het noorden van Nederland, in de provincie Friesland, heeft het hard geregend. Zo hard dat de straten zijn overgelopen. Gisteravond en vannacht is er veel wateroverlast geweest in het dorp Buitenpost in Friesland. Het water kwam daar soms wel tot 30 centimeter hoog. De brandweer heeft moeten helpen om bewoners van het dorp naar andere plekken te brengen. Zo ook in het verzorgingstehuis. Daar moesten de ouderen zich verplaatsen vanwege de wateroverlast. De benedenverdieping van het bejaardentehuis was helemaal overstroomd. Het is bizar. Als je niet binnen bent geweest, dan geloof je het niet. Dus we zijn nu met een man of 50, 60 proberen het Haarsmeheim weer zo goed als kan droog te krijgen. Maar het probleem was niet alleen de regen, het hagelde zelfs. Het heeft in Friesland zo hard gehageld dat het via de toiletpot weer naar boven kwam. Het spoot hagel en sneeuw uit. Dat was wel even schrikken voor de bewoners die naar het toilet moesten. De afgelopen jaren regent het steeds vaker en steeds meer in Nederland, waardoor er veel plekken overstromen. Gelukkig wordt er wel snel actie genomen om de mensen te helpen en is de infrastructuur van de afwatering goed genoeg dat het water snel wegloopt. Je moet snel zijn, slim, maar ook sportief. Het spel dat vroeger voor veel commotie heeft gezorgd, maar ook veel vriendschappen sloot, had vorig weekend een toernooi. Joel! Ik vind Joel een van de belangrijkste pijlers van de Surinaamse samenleving, waar we saamhorigheid hebben en verdraagzaamheid en strategisch denken hebben geleerd. Daarom was deze dag georganiseerd. Het is belangrijk om de jeugd van nu dit ook aan te leren. En op deze dag was dat wel geslaagd. Het was wel intensief. Heel intensief, maar we hebben het voor elkaar kunnen krijgen. Dit was eigenlijk, als ik het goed heb, een proef om te kijken. Het weer is mooi gebleven en we hebben tot nu toe een leuke dag gehad. Het is jammer dat er tegenwoordig steeds minder en minder buiten wordt gespeeld onder jongeren. Daar hoopt de organisatie ook verandering in te brengen. Heel veel jongeren kennen het spel niet. Ik heb nu gemerkt dat er kinderen zijn die zijn 8, 9 en kleiner. 9 en kleiner, die kennen Joel niet. Die moet je gaan uitleggen. En het is misschien wel een taak van mensen in verschillende buurten om dat de kinderen bij te brengen. Want het gaat echt om een saamhorigheidsgevoel. Nogmaals, strategisch denken. Lobby nanga trobi. Je kan ruzie maken, maar je maakt het ook weer goed op het veld. Ten koste van natuurlijk het winnen van het spel. Er deden meerdere teams mee aan het toernooi, maar uiteindelijk waren er maar twee over. Die hadden een spannende wedstrijd tegen elkaar. We hebben ons best gedaan hoor, mag niet liever. Ja, je hebt ook een lid van ons die niet luisterde. Ja, dus we moesten er even bij de oren trekken. Nogmaals, Joel was een try-out. Dit is een try-out. En dan ga ik eigenlijk met de mensen die me geholpen hebben. Er zijn mensen bijgekomen. Die hebben een beter zicht op wat werkt. En dan gaan we gaan samen zitten en kijken wat we nog kunnen doen. Wat we erbij kunnen doen. Ik vind Jumpo Voet leuk. Ik vind Klein Steentje leuk. Waar het mij om gaat absoluut is de kinderen van Suriname eigenlijk de handvaten geven om eigenlijk zichzelf te ontwikkelen. Volg je hart met liefde en respect voor anderen. Dat probeer ik via Joel eigenlijk te waarborgen en verder te geven. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.